terug bij Voetbalmasters 2022. In de vorige aflevering nam keeper Laurens Behagel het op tegen jong talent Lucas De Vos. De doelman won na 3 spannende onderdelen de strijd. Deze keer introduceren we 2 andere nieuwkomers bij KSV Pittem. Robin de Ketelare is de eerste die vandaag alvast zijn sportieve debuut maakt. Wel, met het team zou ik graag top 5 proberen te spelen. Nu, ik ken het team nog niet, dus het zal een beetje afhankelijk zijn van hoe goed we met de groep zijn. Zijn tegenstander is niemand minder dan... jawel, Lander de Man. Momenteel heb ik heel veel op de 9 gespeeld en een klein beetje als valse 10. Maar de 7 is ook een positie, de rechterflank is ook een dat ik vrij graag doe. De 2 aanvallers beginnen aan onze competitie met de slalomschietwedstrijd. Let op, we spelen alleen maar met de kleine maat 2 voetballetjes. Dat was spannend! De beide aanvallers toonden kwaliteit, maar Robin wint met 2-1 en pakt zijn eerste 3-punter. Ik heb gevoetbald bij de KM Turtles in de jeugd, tot en met de belofte. Ik hoop dat ik bij de derde provinciale ploeg ga zitten. Mijn eerste ambitie is om eerst daar te spelen en zeker niet degradatie. En als dat net niet lukt, dan hoop ik zeker vaste waarde tot meerwaarde te kunnen zijn dan de vierde provinciale ploeg. Dan naar Kortemark geweest, ook bij Echtegaam een eentje gespeeld. Damme, SK Torhout en nu kom ik van Rumbeek. Ik denk dat ik ook bewust moet zijn van mezelf, heel veel nieuwe spelers. En ik denk dat ik mijn tijd moet nemen om eerst de situatie en de club wat beter te leren kennen. Om mij dan op te werken richting de plaats waar ik wil horen. En mag daar niet in overhaast gaan, denk ik. Dat is een nuchtere beschouwing. Maar nu is het tijd voor onze tweede game. Linkerhand. Rechter enkel. Linker oor. Rechter elleboog. Bal. Haar. Linker wang. Bal. Haar. Rechter knie. Bal. Bal. Rechterhand. Bal. Robin lijkt net wat feller op de bal, maar de gedrevenheid spat ervan af bij beide spelers. In de tussenstand neemt Robin afstand van Lander. Ik ben aanvaller algemeen, maar ik speel ook veel op de 10. Maar het liefste speel ik langs de flank, zeker tegen voets. Wat trok je aan het Pittemse verhaal? Familiegebeuren. Wat bedoel ik daarmee? Mijn onkel heeft hier in eerste ploeg gespeeld, mijn pup heeft hier in eerste ploeg gespeeld. Ik ben zelf ook altijd wat gebonden geweest met Pittem en ik vind het hier een hele warme omgeving en daarom wil ik hier gaan spelen. Wat is het grootste succes dat je tot nu toe behaald hebt? Ik denk bij Echtegaam, wat ik meedeed voor de topspotter. En dat ik ook bij de top 10 spelers zat van de reeks. Onze laatste game voor vandaag is het jongleren met de rood-witte bal. En dan zit er nog die slalom in. Lastig! Mijn persoonlijke doelstelling is om zoveel mogelijk goals te maken. Wat vond je ervan? Ik vond het aangenaam. Het is leuk omdat er nieuwe spelers er zijn. Ik vind het aangenaam, mijn gast.
Ik denk dat het ook wel een leuke dynamiek gaat zijn. Het is voor ons ook leuk dat we hier niet als volledig groentje toekomen met de eerste training of de spelersvoorstelling. Bij Robin verdwijnen 3 puntjes van zijn totaalscore. En bij Lander bleef de bal 2 maal op het gras liggen. Hij verliest daardoor 2 puntjes. En zo krijgen we na aflevering 2 een nieuwe tussenstand in de gehele competitie. Robin is dankzij zijn 2 gewonnen onderdelen de nieuwe leider in de ranglijst. Benieuwd of daar nog iemand overheen gaat? Kijk volgende keer opnieuw naar Football Masters. Tot dan!